Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon video. We spelen natuurlijk nog steeds de Crown Tundra DLC en ik ga jullie vandaag laten zien waar je Regidrago en Regieleki kan krijgen. Nou ja, eigenlijk is het of. Je kan of Regidrago of Regieleki krijgen, één van de twee. We zijn net Frost Town uitgereden, we rijden nu op de Giant's Bed. En uiteindelijk is het de bedoeling dat we volgens mij hier naartoe gaan, naar de Frigid Sea. Dus we moeten denk ik hier naar beneden en dan hier langs richting Giant's Foot. Dan de grot door en dan moeten we hier uitzien te komen. Of misschien kunnen we ook wel bovenlangs. Ik ben benieuwd. Misschien kunnen we ook wel via deze kant. Ik ga gewoon eigenwijs doen nu. Eens even kijken. Ja, zo te zien kan dat misschien wel. Ik ben ook benieuwd of we nog een vette Pokémon gaan tegenkomen onderweg, jongens. Even kijken waar we nu uitkomen. Nee, dit kan toch niet. Ik moet niet zo eigenwijs doen. Ik moet gewoon de map volgen. En dat betekent dat we dus toch inderdaad hier eventjes naar beneden moeten. Dan hier de hoek om. En dan wel naar links, denk ik. Deze kant op. Dan kunnen we hier tussendoor. Volgens mij moeten we dan hier naartoe. Ja, inderdaad, naar de Giant's Foot. En dan komen we even een Kledel tegen. Die kan ik natuurlijk keihard gaan icebeamen. Oeh, Kledel doet power split. Oh nee. Nou, icebeamen maar helemaal kapot dan. Hij doet nog een keer power split. Dat vindt hij blijkbaar heel leuk. Dus nu zijn we eigenlijk weer terug bij af. Nou, later hè, Kledel. Mazo! XP'tjes. Ja, die Kledel die reed even een klein beetje in de weg. Of ja, wij reden eigenlijk Kledel in de weg. Yo, Sandy Scorch, what up? Oké, nu zijn we dus hier en nu moeten we hier deze grot in via het water. En dan moeten we dus zorgen dat we straks hier eruit gaan. Dus let's go. We gaan naar deze kant. Wat zwemt hier trouwens? Oh, dat is een Kabuto. Zo vet hoe die Kabuto daar uit het water kijkt. Dat vond ik echt cool. Kabuto. Dat is zijn nieuwe nickname. Oké, nou moeten we volgens mij aan de rechterkant eruit. Maar ik zag hier nog een Pokeball liggen. Dus die trekt even mijn aandacht. Een rare candy is dat. Dat is altijd lekker. Hier ligt nog een hardstone. En volgens mij lag hier nog iets. Ja, een bag of stardust. Hey, later, Kabuto. We zien de Carbinky hier zo. Ja, nu moeten we even kijken waar we naartoe moeten. Want deze grot is best wel een puzzeltje volgens mij. Pak even een revive op. Dan gaan we dus hier naar rechts. Dan zien we hier wat van die voetstapjes. En dat is bewijs van de Iron Will Pokémon. En we hebben nu pas 4% gepakt. Dus dat is nog niet heel veel. Oh, ik zie hier nog heel veel evidence trouwens. 6%. Oeh, kijk Kabutops hier lopen. 8%. Lekker. Oh, die is vet, die Kabutops. Nice. Nice. Hoppakee, 10%. Dus deze, dit kunnen we ook nog wel een keertje gaan doen. Oh, hier zijn superveel voetstappen. Leeft hij hier ergens of zo? Larvitar, eventjes weg. Eventjes weg. Ik moet even voetstapjes pakken, jongen. Kijk hoe dit... Volgens mij is deze hele grot vol. Ik heb nu al 20% van die voetstapjes. Oh, ja, Zubats. Waarom vliegen overal altijd Zubats in de weg, jongen? Ja, behalve eigenlijk natuurlijk in deze game. Want de Zubats die zijn volgens mij pas hier gekomen in de Crown Tundra. Volgens mij is dat dus een nieuwe Pokémon in deze DLC. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat Zubat in de weg vliegt. Ik mis wel keihard mijn Zapcannon. Hij is lekker aan het bijten op mijn Regieice. Dus ben je lekker een hapje ijs aan het nemen, jongen? Wat is dit nou? Die Zubat die ontwijkt al mijn aanvallen. Regieice wordt gesloopt door Zubat. Ik ben flink. Hij maakt me echt helemaal kapot. Hij maakt me gewoon helemaal kapot, joh, deze Zubat. Hij heeft me al 4 keer aangevallen. Ik heb nog niks kunnen doen. Wat is dit? Ga je nou eindelijk een keer een Zapcannon gebruiken, Regieice? Hoppakee. Nou, knap hoor. Je hebt een Zubat verslagen. Jongen. Kijk hoe weinig XP ik hier ook van krijg. Slaat iemand ergens op. Oeh, Lucario. Hier lopen wel even een partij vette Pokémon in deze grot, zeg. Holy moly, joh. Ja, oh, dan reken ik wel die Zubat even niet mee, trouwens. Volgens mij moet ik nu hier naartoe naar beneden. En inderdaad, dan hebben we nog meer voetstappies. Gaan we nu gewoon alle voetstappies vinden of zo? Is dat gewoon allemaal hier in deze grot? Kijk dan. 28%, 30%, 32%. Volgens mij is dat inderdaad allemaal hier, joh. Nice. 34%. Ja, nou, dit gaat helemaal goed komen, denk ik. Of niet, Tyranitar? In die Tyranitar daar lopen, jongen. Hier lopen echt de beste Pokémon volgens mij rond. Niet normaal. En met deze voetstapjes, als we straks al dat procent hebben, dan moeten we hiermee volgens mij straks naar Sonia. Want die is dat natuurlijk aan het onderzoeken. Dus dat gaan we ook nog even checken. Oh, waar komt deze nou weer opeens van? Opeens staat hij voor mijn neus. Zap kennen hem even nu in één keer de moeder. Ja, beter dit. Dit gaat sneller. Oké, kijk hier nog meer voetstappen. 50%. Ja, sowieso is alles gewoon hier te vinden, denk ik, van deze voetstappen. Hebben we hier buiten ook nog voetstappen? Ja, superveel voetstappen. Toppie, 58%, 60%. Nog maar 40% te gaan, jongens. Hoppakee, 62. Oeh, die is vet. Deze wil ik vangen. Ja, die wil ik hebben. Electivire. Nu moeten we hem kunnen vangen, toch?
pakken. Wat? Je bent bevroren, jongen. Hoe kan jij ooit uit een pokebal komen? Oh nee, technisch gezien is Reggie juist bevroren, man. En... ja, oké, we hebben Electivire gevangen met bevroren man. Lekker gedaan, jongen. En dit schijnt een van de beste elektrisch-type Pokémon te zijn. En uit zijn staart komen hoge voltages elektriciteit. Nou ja, uit zijn staarten. Kijk maar, want hij heeft twee staarten. Vette Pokémon, yeah, nice. Oké, we gaan weer even voetstapjes zoeken. 66%, 68%, hier in het hoekje nog. 70%, ja, 72%. Kijk, lekker. Ik hoop dat we echt alle procent vinden hier zo. Dat zou echt top zijn. 78%. 80%. Ik ben nog even terug naar binnen gereden om te kijken of er nog meer voetstapjes zijn. Maar ja hoor, kijk hier, nog meer. 88% zitten we nu op. En 90%. En hier nog wat voetstapjes. 92%. Zouden dan hier ook nog meer zijn? Nee, ik denk het niet. Nee, hier zijn we wel geweest inderdaad. Waarom heb ik die net gemist? Ik ben toch net hier ook langs gereden? Oké. Oh, kijk. Wow, hier in de hoeken zijn ook nog voetstapjes. Wow, deze had ik echt bijna gemist. We zitten nu op 94%. En de rest van de voetstapjes, die gaan we denk ik straks vinden. Want we moeten nu het water op onderweg naar Reggie Draco of Reggie Lackey. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is hier deze kant op, het hoekje om. En dan ben je er al. En dan zie je hier de andere voetstapjes. 96%, 98%. En dit is het laatste voetstapje. Althans, zijn er meer voetstapjes? Kijk, want hier zijn er nog meer. Nog veel meer zelfs. Anyway, die laatste die bewaar ik voor de volgende video. Dus ik moet er nog één oppakken. Maar eerst gaan we naar Reggie Lackey en Reggie Drago. Want die tempel die is namelijk hier om de hoek te vinden. Als we deze grot doorgaan. Althans, dat dacht ik. Ik hoop dat ik nu niet in de war ben. Eens even kijken. We komen nog eerst een Tyranitar tegen, Carbinky. Oh, wacht even. Ik ben verkeerd gegaan. We zijn nu hier aan de andere kant uitgekomen waar inderdaad deze TR lag. Earthquake. Laten we teruggaan. Volgens mij moet die tempel hier ergens zijn, jongens. Oh, kijk. Gewoon achter me. Ik ben er gewoon keihard langs gereden. Dit is de tempel van Reggie Lackey en Reggie Drago. En je ziet het al. Hij is half-half. We moeten hier namelijk gaan kiezen. Wie nemen we straks mee? Daarboven zie je dus de symbooltjes. De linker is voor de elektrisch type Reggie Lackey. En de rechter is voor de draaktype Reggie Drago. Je onthoudt deze symbooltjes. En één van die twee ga je straks invoeren in de tempel. Maar hoe krijgen we dan die tempel open? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Je gaat er namelijk voor staan. En er staat een gigantische steen. Een gigantisch stuk ijs. En een gigantisch staal. Dus dat doet op Registeel, Regice en Regirock. Je moet die drie vangen. En dan... hoppakee. Gaat het deurtje voor je open. Kies je een van die twee symbolen die je hier nogmaals een keer in beeld ziet verschijnen. En nou ben ik heel benieuwd. Welke vind jij toffer? Welke zou jij kiezen? Zou jij gaan voor Reggie Lackey of zou jij gaan voor Reggie Drago? Zelf wil ik gaan voor Reggie Lackey. En daardoor vul ik dit symbool op deze manier in. Zijn trouwens wel iets minder stipjes dan je aan de buitenkant ziet. En je zag zo'n klein vonkje. Kijk, je ziet een klein beetje elektriciteit. En dat betekent dat we die Pokémon gaan tegenkomen. Ik vind dit een hele vette nieuwe Legendary, jongens. Let's freaking go! Een nieuwe Legendary Pokémon in Pokémon Sword and Shield. Reggie Lackey. Hoppakee, en ik kies Regirock om daartegen te vechten. Nou hoop ik dat ik hem niet in één keer sloop met Stone Edge. Reggie Lackey gaat voor Extreme Speed. Oké, dat is een supersnelle aanval. Not very effective. Ja, daarom heb ik ook Regirock gekozen. En oké. Hij is nog niet in het rood. Dat is jammer. Ik heb 23 Ultra Balls, dus ik heb op zich wel de tijd. Denk ik. Hoop ik, als hij niet al mijn Pokémon gaat slopen. Ja, het zou een feest zijn als dit met de eerste bal zou gaan lukken. Maar helaas, hij doet nu Thunder Cage. Zo, dat is me toch een freaking sterke aanval. Holy moly. Ik laat Reggie Lackey maar even kapot gaan, denk ik. Ik ga gewoon Pokéballs gooien. Ik heb niet zoveel Hyper Potions bij me namelijk. Dat is een beetje jammer. Hij blijft er een klein beetje in, maar toch niet echt heel erg lang. En daar gaat Regirock, die is kapot gemaakt. Ja, helaas. Dan gaan we nu Registeel inzetten. Let's go, Registeel. De volgende poging. Ah, oké. Magnet Rise. Wat is Magnet Rise? Geen idee wat dat is. Die move ken ik niet. Ik vind hem wel tof. Hij is echt super druk, die Pokémon. Hij loopt echt te bouncen de hele tijd. Ja, I love him. I love him. Kom op, Regilecki. Kom nou. Ah, dit gaat weer lang duren, jongens. Ik denk dat Registeel nu kapot gaat doordat hij trapped is. Yep. Die Thunder Cage move, die is wel goed, man. Hij is allereerst gewoon super sterk. En daarnaast is hij gewoon heel irritant. Oké, Metagross is de volgende. Ultra Ball.
Kom op, dit zijn toch niet weer die AliExpress ballen, hè? Kom op nou. Ik heb deze toch bij een gerenommeerd ballenverkoper gekocht, of niet soms? En hou jij eens even op met die Thunder Cage, jongen. Jongen. Ik heb het gevoel dat deze bal bij McDonald's gekocht is. Zie je? De McDonald's krijg je altijd speelgoed. Weet je? Dat werkt niet. Hij bewaart wel heel goed zijn Thunder Cage voor elke aparte Pokémon, trouwens. Dat is wel een beetje jammer. Want nu is ook deze weer getrapped. En hij heeft tot nu toe elke Pokémon van mij getrapped. Zodat ze elke keer toch damage blijven houden. Dit wordt hem, jongens. Dit wordt hem. Kijk maar, tikkie nummer 3. Nee! Misschien dat dit hem wordt. Ja, misschien dat dit hem echt wordt. Misschien dat dit hem echt is geworden. Lekker, man. Hij was gewoon bang voor Calyrex. Dat was het. Yo, super nice. We hebben Regieleki gewoon gevangen, jongens. We gaan eens even kijken wat de Pokédex zegt over deze super vette Pokémon. Kijk deze kleuren ook, jongens. Super cool. Zijn hele lichaam is gemaakt van één orgaan. En dat ene orgaan, dat genereert elektrische energie. Regieleki kan gewoon alle energie opwekken die nodig is om heel Galar van elektriciteit te voorzien. Holy moly, wat sick. Ik ga hem geen nickname geven. Maar ik ga hem wel in mijn team toevoegen. En dat doen we dan maar in plaats van Metagross. En dan hebben we de Legendary Clue 2 ook gehaald. Dus we zijn hier nu volgens mij klaar mee. Nu moeten we terug naar Chief Peony. Maar ik wil wel even dat deze Pokémon achter me aan gaat lopen. Yo, Regieleki, kom dan. Oh, je bent niet zo snel. Kijk, een bounce als een kangaroo, jongen. Reggie Kangaroo. Super vet. Oké, laten we eerst teruggaan naar Chief Peony nu. Peony, I did it. Ik heb de Reggies bij me. Ik heb hem. Regieleki. Ja, ik heb ze allemaal gevangen. Super cool. En Peony zegt, weet je waar aan Regieleki mij herinnert? Aan dat snoep wat knettert in je mond. Zo takatakatakatakatak. We moeten even ook over alle andere Reggies praten met Peony. Hij vindt Reggie Rock lijken op de Grass-type gym leader. Serieus? Nee, ik weet niet wat jij denkt. Omdat hij zo groot is en van die stevige schouders heeft. En dat heeft Milo blijkbaar ook. Oké. Nou, die had ik niet gezien, Peony. Nou, dan nog even over Reggie Ice. Hij vindt het net een duizelingwekkende chandelier. Oftewel, zo'n lamp. Zo'n hele mooie lamp die schittert aan het plafond. En hij zou deze heel graag aan zijn dochter Nia willen laten zien. En dan nog even over Reggie Steel. Die vindt hem gewoon lijken op een gigantische bowlingbal. Nou, hij komt wel echt met rare vergelijkingen, hoor. En zo hebben we ook deze afgerond. De Legendary Giants. Die is klaar. Dus nu moeten we nog de Legendary Bird Pokémon gaan zoeken. Ja, en er is nog een ding. En daarvoor moeten we nog even terugvliegen hier naar de 3-point pass. Want we moeten namelijk nog één zo'n voetstapje tracken. En dan hebben we 100% van de voetstapjes gevonden. En dan moeten we naar Sonja om te kijken wat er dan gebeurt. Maar dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor heel veel toffe Nintendo Pokémon video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!